En dan sport. NEC genoot even van een vrij weekend. Maar natuurlijk heeft onze regio nog veel meer topclubs. Zo mochten de Ahout Devils het vrijdag in het Triavium opnemen tegen Gijs Groningen. De Nijmegenaren wonnen uiteindelijk met 6-5 van de Groningers. Maar toch was er deze avond maar één iemand echt de winnaar. Een supporter die de Nijmeegse club al 50 jaar trouw is, werd namelijk even extra in het zonnetje gezet. De Devils is de Nijmeegse Eredivisie ijshockeyclub. Al sinds 1968. Dus we hebben grote historie. IJshockey hoort bij Nijmegen, net zoals voetbal bij Nijmegen hoort als NEC. We hebben een rijke historie. We hebben, ik geloof, 9 of 10 keer landskampioenschappen, een paar keer een beker gewonnen. IJshockey is in Nederland een relatief kleine sport. Maar Nijmegen eigenlijk best groot, want we hebben hier eigenlijk wel trouwe scharen supporters van 600 mensen. Die zijn er altijd wel. En als het echt erom gaat, dan zit het hier helemaal vol. Een van die trouwe fans is ook vandaag weer aanwezig. Het is de hoogste tijd dat hij even in het zonnetje wordt gezet. Na een uitgebreide rondleiding achter de schermen zetten alle spelers hun handtekening op de jas van deze diehard supporter. Als klap op de vuurpijl krijgen ook nog eens een gesigneerde ijshockeystick mee naar huis. Wat komt u hier vanavond doen? Dank voor de ijshockey. En u bent al heel lang fan, hoorde ik. Hoe lang bent u al fan? 1,42 jaar. Al zo lang. En wat is er vandaag allemaal al gebeurd? Hé? Wat is er vandaag allemaal al gebeurd? Ja, dat ik hierheen mag. En hartstikke leuk. En ik zag dat de spelers allemaal handtekeningen op uw jas hebben gezet? Ja. Die stonden er al op, maar dat is voor de mensen die erna komen. En nu, als ik er niet meer ben, dan gaat het daarheen. En u heeft een ijshockeystick gekregen. Bent u daar blij mee? Ja, zeker weten. Inmiddels loopt het stadion langzaam vol en zijn ook bij de merchandise de eerste bezoekers te vinden. Hé, wat kom je hier vanavond doen? Ijshockey kijken. En wat vind je nou zo leuk aan ijshockey? Ja, gewoon beuken en dat soort dingen. Ja, ik vind het wel leuk. En wie hoop je dat we gaan winnen? Nijmegen sowieso. Het ijs is gedweld en de spelers mogen de baan op. Ook dat gaat natuurlijk met het nodige ceremonieel. De wedstrijd gaat van start en dat gaat er zeker niet zachtzinnig aan toe. IJshockey is de snelste teamsport op aarde. En het mooie is van het vergt heel veel behendigheid, sierlijkheid, schaatskunsten. Het is ook hard. Je mag elkaar checken, dus fysiek. Dus je moet je voorstellen dat je het schaatsen bent. En je moet zo'n klein pukje moet je proberen te beheersen met een stick. Terwijl je tegenstander je de hele tijd voor je donder kan rijden. Weliswaar op een faire manier, want het is ook een hele eerlijke sport. En dat maakt het een heel bijzondere sport. Na 9 minuten is het eerste doelpunt voor de Nijmegenaren een feit. De avond eindigt uiteindelijk in een mooie 6-5 voor de Devils. Op naar de volgende wedstrijd.